Nou, het is maandag en dan kijken wij altijd de week in. Daar kijk je naar uit. Precies, en vandaag doen we dat met Casper van der Laan. Dag Casper, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een lekker weekend gehad eigenlijk? Ik heb een prima weekend gehad, maar ik kom toch, dit is dan toch mijn favoriet. Leuk om hier te zijn. Ja, oké. Okay, nou, we kijken de week uit. Waar kijk jij naar uit? Ik zal je vertellen. Sowieso eerst mijn complimenten, Gijs. Wat zie je er goed uit op deze Halloween-uitzending? Angstaanjagend. En extra leuk om hier vandaag te zijn. Kim Veenstra, wat een verwennerij. Zij doet natuurlijk mee nu met het nieuwe tv-programma Het Perfecte Plaatje. Waarin ze de strijd aangaat met andere BN'ers om de beste foto te maken. Ook Marco Borsato doet mee aan dit programma. En dat vind ik top. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hij gaat zingen. Maar Kim gaat natuurlijk winnen. Het Perfecte Plaatje, dat is niet zo moeilijk. Ze draait haar camera om en maakt een selfie. Let op mijn woorden, in uitzending 1 heeft ze al gewonnen. Morgen, de dag van de positiviteit. En er wordt een prijs uitgereikt aan de meest positieve bekende Nederlander. Nou Gijs, naar wie anders kan die prijs gaan dan naar jou? Jij bent Mr. Positivo himself. Ja. Gijs, je bent zo positief. Een file vind jij gezellig. Bij de Zwarte Pieter discussie denk jij, ik krijg bijna cadeautjes. En als je 's ochtends ontdekt dat je de deur van je vriezer open hebt laten staan, dan denk jij, nou, misschien vergroot dit de kans op een Elfstedentocht. Het is zelfs zo erg, als iemand jou een vervelend blij ei noemt, dan denk jij, ik heb eigenlijk wel zin in een ei. Morgen wordt sowieso een leuke dag voor je, want je krijgt Paul de Leeuw te gast. Ik ben fan van Paul de Leeuw, al is hij niet meer zo populair als vroeger. Dit jaar won hij de Beeld en Geluid Oeuvre Award. Nou ja, als ze je een oeuvre award geven, dan is het toch een beetje alsof ze zeggen, moet je niet eens stoppen. Mijn moeder was altijd fan van Paul's pianist, Cor Bakker, of zoals ze het zelf altijd zei, wat fijn dat die jongen van de Jostie-band zo goed terecht is gekomen. Wie ook goed terecht is gekomen is de HEMA. Vrijdag viert HEMA haar 90ste verjaardag. 4 november 1926 werd de eerste HEMA geopend in de Kalverstraat van Amsterdam. De HEMA is cool. De HEMA is de ideale winkel als je een onderbroek nodig hebt en een perforator en een binnenband voor je fiets. Je vindt de HEMA tegenwoordig ook op de grote treinstations. Dat is handig, want als je aankomt op station en je hebt nog maar 10 minuten voordat je trein gaat, dan kun je daar snel nog even terecht voor een geodriehoek en een soeplepel en een klos garen. En HEMA is ook taart. En om het jubileum te vieren deelt HEMA dan ook gratis taart uit. Er werd een Wie maakt de lekkerste taart wedstrijd georganiseerd. En ze dachten de kassa van elke HEMA een oude taart. Waren er ook moeilijke tijden? Ja. In 2014 besloten boze klanten de HEMA te boycotten, omdat HEMA geen Zwarte Pieten meer wilde afdrukken op het Sinterklaas assortiment. Maar de boycott hield snel op toen de klanten weer behoefte hadden aan nieuwe slippers en een pak A4 papier en stoepkrijt. Maar nu is het feest. HEMA, van harte gefeliciteerd. Op naar de 100. Daar kijk ik naar uit. Oh, zo komen de week wel door. Casper van der Laan, dankjewel man. NPO Radio 2.